De mooiste straat van de Oranje. Boom. De eerste 2 maanden van Jaffa Jaffa zitten erop. Hoog tijd voor het Jaffa nieuws. Met mijn favoriete co-host, Rashid. Ja, Marnix. Heb je ook al gezien dat de oliebollenkramer weer staat aan het begin van de Javastraat? Ja, want daar sta je nu toch voor? Oh ja, daar sta ik voor inderdaad. Inderdaad, je ziet het goed, een nieuwsshow. De laatste dagen zit ik een beetje in een dip. Eigenlijk sinds ik van 7 uploads in de week naar 3 uploads in de week ben gegaan, ben ik meteen een beetje ingestort. Ik voelde me best wel kloten, ik was moe, ik had weinig energie. En ik wist ook niet echt goed van shit, hoe moet ik nou die 3 dagen dat ik wel upload vorm gaan geven? Want kijk, 7 dagen in de week, ik heb me keihard overgewerkt. Maar wat ik deed was wel duidelijk. En nu is het een beetje van, ja shit, hoe moet ik nou die 3 dagen vorm gaan geven? Dus ik heb besloten van, joh, Marnix, even alle negativiteit buiten zetten. Je moet weer gewoon even de draad oppakken. Dus heb ik deze lullige nieuwsshow bedacht. Veel kijkplezier. Mijn mattie Ahmed van de 5 euro buurtmaaltijd, wellicht jullie bekend van de eerdere vlogs, is vorige week met hartproblemen in het ziekenhuis beland. Dat was wel even schrikken. Het was er heftig aan toe. Hij moest zelfs gedotterd worden. Ai, wat kut. Hoe gaat het nu met hem? Gelukkig is hij nu weer oké. Na 2 dagen mocht hij het ziekenhuis uit. Hij moet nu wel rustig aandoen. Hij krijgt een fysiotherapeut. Hij moet stoppen met roken. Hij krijgt een shitload aan medicijnen. Dat is achteraf misschien wel goed dat het is gebeurd, zodat hij nu de juiste medicijnen kan krijgen. Ja, precies. Jolanda en ik hebben nog een kaars naar hem opgestuurd. De eerste Java-kaars. En daar was hij heel blij mee. Ahmed, als je dit ziet, we zijn blij dat je weer super gezond bent. En je blijft voorkomen in de vlogs. Dat sowieso. Bingo! Oh ja, de bingo. Die is aanstaande vrijdag ergens in de Javastraat om 8 uur. Waar weten we nog niet, maar dat zullen jullie zo snel mogelijk te horen krijgen. Eerst deed het in de Admiraal, die achter mij is, maar die kan niet op vrijdag. Badhuis kan niet, Gijs de Roy, dan gaan ze darten. Dus ik ben nog steeds op zoek naar een locatie, maar komt goed. Desnoods bij mij thuis. En Marnix, wat kunnen de mensen eigenlijk gaan winnen allemaal? Een groot glas. Ik hoor de zee. Oh, die mis ik zo, hè, de zee. Oh. Maar nu hoor ik hem. Ik krijg er 5 euro van je. Oké. Okay. Goed nieuws over mijn maatje en bekende in de buurt, Yvonne. In vlog 32 heb ik haar verhaal verteld. Ze is terminaal ziek. Volgens de diagnose zou het al een paar weken geleden afgelopen moeten zijn. Echt een rot situatie. Vorige week sprak ik nog met haar. Dat is een somber gesprek. Vrijdag kreeg ik een belletje. Nou, heel goed nieuws. Eigenlijk beter kon het niet. Haar bloed was in een hele goede status. En de CT-scan had uitgewezen dat de tumor voor meer dan de helft was gekrompen. Dus ja, ondanks dat het nog steeds rot blijft, is dit wel gewoon goed nieuws. En is er misschien nog wel kans dat er nog echt, ja, dat ze nog wel een maand zo door kan gaan. Super goed om te horen, Yvonne. Super veel sterkte. Oké dan. Deze winter komt er weer een dikke vette kerstboom te staan hier midden op het Javaplein. En Marco is de man hier achter. Dus hey Marco, take it away. Hier komt de boom te staan. Dus dat de straat hem ook ziet. En dat het plein hem ook ziet, zeg maar. En hoe hoog wordt die? 10 meter. 10 meter? Ja. Wow. Is dat hoger dan ooit? Hij wordt iets hoger dan verleden jaar. Ik ga zaterdag er naartoe en dan ga ik een mooie boom uitkiezen voor de straat. Ik ga een soort Amerikaanse boom, Nederlandse boom maken. Met ledverlichting die een van de ondernemers krijgt die afstandsbediening. En dan kunnen ze allerlei kleuren geven. Laten knipperen, laten rond, hoe heet het. Wow, vet! Ik kan niet wachten. Haha, ik wel. Staat hij er al? Ja. Nou, ik heb het geverifieerd. Even gesproken met Ahmed. En inderdaad, ze mogen weer open. Ze zijn nu van plan om het te renoveren. Dus ze blijven nog even voor klanten dicht. Jaffa Jaffa, bedankt. Ik bedank hem. Dank alle buurtbewoners, alle ondernemers, iedereen die ons heeft gesteund. In ieder geval bedankt. We zijn binnenkort weer open met de renovatie. Dankjewel. Ja, en Klusjeboy, je kan me inhuren, hè? Ja, dat komt goed. Ik kom graag helpen. Dat is goed, man. Top. Aanklacht is ingetrokken. Binnenkort een renovatie. En Klusjeboy is natuurlijk van de partij. Klusjeboy. Klusjeboy. Hey, maar Rashid, klopt het dat jij een nieuwe baan hebt? Want dat is ook best wel nieuws, toch? Ja, klopt. Ik heb een nieuwe baan bij Jaffa, dat is voor Dynamo. Ik ga bij hun in dienst voor de komende tijd. En ja, daar ga ik gewoon assistent jongerenwerker worden. En gewoon de jongeren een beetje stimuleren met de talentontwikkeling. Vet. Ja. Gefeliciteerd. Thanks, thanks. Sowieso, dankjewel. Heb jij ook een nieuwsje voor Jaffa Jaffa? Mail dan naar javajavanews@javajava.nl. En nu door naar het weer. When I look into your eyes, I see love is real. Oh yeah. Oh ja, en kijk uit voor uitstekende randjes bij de bomen. Want dat kan nog eens heel gevaarlijk zijn. Martin, kan je dat even laten zien? Nou, kom maar aanlopen. Ik wil mijn fiets pakken. Bam. En ik leg. En er zit er een kroeg naast. Nog een ander nieuwtje. In de Javastraat is de regenboog gesignaleerd. Alleen waar? Ik weet het niet. Groet aan mijn moeder. Mama, ik hou van je. Peace.